Garrick. Direct een redelijk groot gat en dan weet je dat er heel veel kansen in zitten, maar het enige wat je moet aan denken is dan kom smeet dan en de laatste kilometers kunnen echt genieten dan. Stefan? Van de Vlaamse Mediamaatschappij. Stefan, hoor je het nieuws? Dit is de N. Wie hoor ik nu? Ja, in de N-1, ja. Van de Vlaamse Mediamaatschappij. Ja, dan ID is erop. Jij hoort jezelf, hè? Ik hoor mezelf, ja, absoluut. Stefan met Dan, hoor je mij? Ja. Ah, eindelijk. Dankjewel daarvoor. Hoe eindelijk? Ik had dat straks al ja gezegd. Ja, en heel de tussentijd waren wij hier met vijf in je oor op roepen en jij hoorde niemand meer. Dat was sloe aan het regelen dat ik mezelf zou. Welkom. Stijn de Volder heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Een prachtige ronde was het. Onder een prachtige stralende lentezon. Met een feestende massa van 100.000 Vlamingen langs de wegen. Ja, Stefan van Loek aan de aankomst in Meerbeke. Stijn de Volder staat nu al naast de Ronde van Vlaanderen. Inderdaad, Peter, hij sluit zich aan bij een club van hele grootte. In eerste plaats bij die van Tom Boonen, die de ronde ook twee keer na elkaar won. Dat was in 2005 en 2006. Stijn de Volder doet dat dus nu. Volderke is al lang Volderke niet meer, maar wel Volder geworden. Een volwassen renner die echt zijn momenten weet te kiezen, zoals ik dat vandaag op een uitstekende.